Warres Vleugels, een boek van Inge Berg. En ik wil vooral even de nadruk leggen hier op de illustraties van Alain Verster, of Verster, ik weet eigenlijk niet eens hoe je zijn naam uitspreekt. Vlaamse illustrator, dit is zijn tweede prentenboek. Hij stuurde eerder een prentenboek van Edward van der Vendel. En nou ja, het is een bijzonder opvallende illustrator, omdat hij toch een wat andere stijl hanteert dan anderen. Ja, kijk zelf maar eigenlijk. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven. Maar dit is Warren met zijn vader. Die zie je ook op de voorpagina van het boek. Nou, zo ziet de achterkant van het boek eruit. Met al die blaadjes. Die Vester is staat om een hele dromerige wereld te creëren. In hele zachte kleuren. En het zijn eigenlijk hele gewaagde tekeningen voor een printenboek. En dan moet je natuurlijk zelf maar kijken, maar ik denk dan heb je heel een beetje een indruk hoe die tekeningen er in dit boek uitzien. Nou ja, dat is de laatste die ik even laat zien, de tekeningen uit het boek Warres Vleugels.